Can you tell us who you are and what you do? Yeah, my name is Kai, and I'm UX designer at Yoast, which means that I design user interfaces and I think about user experiences for people that use those interfaces. And yeah, that's basically what I do. Ik ben Rosanne van Salduinen. Ik heb een eigen bedrijf waarmee we WordPress websites bouwen. Hoi, ik ben Jeroen. Ik ben een WordPress begin developer. My name is Luis Starta. I come from Spain. I was invited to this WordCamp. And yeah, I run a small agency, WordPress agency in Barcelona. And also I run a meetup, a WordPress meetup in Barcelona. So I'm very involved into the community, and yeah. Is dit jouw eerste contributor day of ben je hier wel vaak? Nee, ik ben, ik weet eigenlijk niet eens hoeveel het is. Ik ben een paar keer op WordCamp Nederland geweest, WordCamp Utrecht ben ik geweest, ook twee keer WordCamp Europe, dus ik ben al wel een paar keer geweest, ja. Veteraan. Ja, soort van. Why do you think it's important to contribute to the WordPress community? Well, I think it's important that everybody can contribute, and most people think it's only for developers or that you have to write code, but there's also a marketing group, a design group, even a group that translates texts, I heard. So yeah, for everybody there is a role to contribute, and I think that's nice about WordPress, that a lot of people with a lot of different ideas work together to make WordPress better. Ja, zeker, zeker. Ik ben zelf ook geen held in code schrijven. Maar je kunt eigenlijk, vertalen kun je eigenlijk altijd wel doen. Je kunt bij de support kun je helpen vragen te beantwoorden. Voor WordPress TV kun je ook ondertitelingen invullen. Je kunt meedenken met de marketing, je kunt meedenken over de community. Dus er is altijd wel iets te doen, ook als je niet zo goed bent in code. You know, this is an open source a software, but it's also a very open community, you know, it's everyone is welcome, and even if you have a very high knowledge of coding, if you have a very low knowledge of coding, you can contribute in many, many ways. It's not only for geeky, you know, for techie guys or girls. Ja, het is gewoon de WordPress community dat veroorzaakt. Gewoon erbij zijn met de mensen met wie je kan praten over WordPress. Oké, okay. Dus het is een beetje gezelligheid en ook teruggeven aan de community. Ja, precies. Great, thanks.